Nou, wij zijn als en natuurlijk zijn we warmteleverancier. Dus we hebben verspreid door het land, letterlijk van Leeuwarden, Groningen, via Apeldoorn naar beneden, helemaal tot aan Maastricht, hebben wij warmtenetten. Ongeveer 70.000 consumenten die daar aanhangen en een 1500 bedrijven. En dat doen we met duurzame warmte. Duurzame warmte bijvoorbeeld uit de industrie, maar ook biogas, restwarmte van papierfabrieken, nou, noem het maar op. Dus zo duurzaam mogelijk voor een hele groep consumenten. Nou, zoals aangegeven, we vinden het belangrijk om de discussie breed te kunnen voeren over warmte en over de toekomst van warmte. We zijn als en natuurlijk nog een jong bedrijf. We bestaan pas sinds maart vorig jaar. En dit is een uitstekend platform om ons, ja, een stukje zichtbaarheid te geven. En ook als warmteleverancier als volwaardige partner in de discussie te mengen. Ik denk dat we echt op een kantelpunt staan nu. Warmte is er al lang, is er al decennia. Maar nu met de ambities om gas verder uit te gaan faseren en warmte nadrukkelijker op de kaart te zetten, gaat er de komende 10 jaar echt heel veel gebeuren. En de kansen liggen er ook gewoon met hergebruik van restwarmte. Maar ook niet altijd die grote projecten, maar ook gewoon kleinschaliger projecten die echt nu op de kaart gezet gaan worden. En ja, de wereld ziet er echt over 10 jaar anders uit.